Fucka! Hey, fuck! Wat is dit? Moes van Mark Rutte, wat heb je bij je? Huh? Waar zit er? Ik spoor een ding op, man. Je moet altijd iets in de auto. Fucka! Nee, dat is eng, man. Fucka! Hm? Wat is dit, man? Nee, moet dit echt? Ja, Mark had mij een bericht gestuurd. Mark Rutte. Je bent gek, man, broer. Ja. Dit is para, man. Jij moest toch een paar dingen geven? Nee, je moet voor de zekerheid. Ik heb niks of zo, maar ik... gewoon voor de zekerheid. Toch? Kijk, profvoetballers geven jou toch dingen. Ah, oh, mooi, man. Ik heb bij Soe gestolen een paar dingen. Sorry, man. Ja. Top, man. Kijk. Dit vind ik het mooiste. Oh, dat neem ik dan. Kijk hoeveel... Maar je moet hij heeft wel mooie dingen, hè? Die groene vind ik mooi, man. Je moet aan kinderen geven, hè? Nee, ik geef hem zelf. Is het al kindermaat? Ja, allemaal kindermaat. Oh, oké, okay, top. Kijk. 1. Oh, dat zijn setjes. 2, ja, dit is set. Oh, top, man. Dit is een... Moet hier mijn handtekening doen? Ja, natuurlijk. Moet ik hier? Nee, je bent gek, jongen. Kijk, maar kijk, dit moet gewoon voor de... Je kan gewoon pakken, hoor. Ik heb niks. Pak die ding, hoor. Ik heb alleen mijn kom niet afgetekend. Oké, deze voor die kind. Ja, wat? Maar ik heb geen handtekening. Jawel, jongen. Nee, ik heb echt niemand. Ja, broer. Ik heb geen handtekening. Dit daarop, joh. Rustig. We hebben alle tijd. Laat eens kind. Ja, dit is goed, toch? Is toch goed, toch? Is toch, man. Hoe gaat het met jou? Ja, goed, jongen. Het is een eer met jou in de auto, hoor. Ah, nee, man. Ja, ach, serieus. Het is gewoon normaal, man. Iedereen is normaal. Nee, man. Ik bedoel, ga je ze allemaal tekenen? Allemaal, toch? Ja, is goed. Ah, ja, dat is goed. Ik hoef niet, joh. Maar kijk, broer, deze is de mooiste. Die zijn wel mooi, hè? Ja, is gek, hè? Ik vind die mooi, maar ik vind die groene ook mooi. Ja, dit is... Oh, maar dat is andere stof, weer. Ja, dit is gewoon trainingspak. Die andere is voor de zomer, dit is gewoon trainingspak. Oh, ja. Oh, maar dit is wel... Dit is wel goede kwaliteit, hè? Ja, man. Ja, hij doet het goed, hè? De Sani. Ja, ik ben trots op hem, man. Hij is een Mattie, hè? Ja, Mattie slash broer, gewoon echt bruin. Ja. Kijk, dit is gewoon trainingspak. Oh, ja. Dus is dat nog meer? Nog meer. Dus, maar niet doen. Is dat kindermaat allemaal? Ja, allemaal kindermaat. Oké, top. Vet, man. Ja, daar zullen ze blij mee zijn. Oh, wat kreeg ik zo? Jij hebt ook die ringtoon. Waarom? Ik heb ook... Mijn broertje, neem op. Hey, nigga! Look at you. Volg met wie ik in de auto ben. Je mag grappen dat hij mee neemt. Ik grap dat hij is. En die van de meiden, papa. Raka. Hij is lelijk, hè? Raka, bro. Rustig, man. Bij jou. Rustig, man. Hij werkt in ziekenhuis, hè? Oh, top, man. Dankjewel, man. Ik ga Andy van der Meijden zo doen, man. Ah, sterren. Hey, kom me zo ophalen, ja? Ja, maar kijk, ik ben knippen, broer. Ik moet ook knippen, hè? Kijk hier. Waar ben je geweest, Louie? Ja, man. Moet je naar mijn kapper gaan? Ik heb geen haar, jongen. Louie de barber. Kom, ga een rondje rijden. Ik ga met hem rijden, ja, broer. Oké, is goed. Love later. Me. Later. Ja, broer, hij moet wachten. Hoe gaat het, broer? Goed, man. Hoe gaat het met jou nu? Ja, broer, een beetje. Spie is saai, man. Ja, hè? Ja, man. Oh ja, wat moet ik doen? Niks te doen, hè? Geen werk en zo. Niks. Gewoon ja, af en toe gewoon voor mezelf. Ik film nu als ik interview doe. Ja. Ik doe via Snapchat. Bel ik mensen. Dus oké. Ik zet die standaard en dan bel ik hun zo. Dat doe ik het zo. Ja. Dat doe ik. Maar voor de rest, gewoon met zo. Oh, daar hou je toch een beetje bij of zo? Ja, man. Ik wil niet de hele dag niks doen zitten. Nee. Weet toch? Hey, even kijken. Ja, hier, dit is mijn buurt. Oké, wat voor buurt was dit? Gewoon relaxed of... Het is gewoon normaal, man. Ja? Hier kom gewoon, weet toch? Hier beetje... veel dingen geleerd. Hier, ging je altijd voetballen? Nee, man. Dat is die andere plek. Kijk, weet je hier? Ga terug rijden. Ik ga laten zien waar Noorden Boekari woont. Okay. Die speelt met Noorden. Ja. Ja, man. Hij woont hier. Nee, man, hij woont in deze straat, man. Woont hij vroeger. Noorden Boekari. Ja, dat is goed, hè? Ja. Ik heb het dan... Vroeger was ik met zijn broertje vaak, toch? Ja. Die was toch die goede... Ja toch, EU Bukari. Ja. Zaalvoetbal toch? Nee, veldvoetbal. Maar ook straat toch? Hij ja, straat. Nee, jij bedoelt Murat volgens mij. Oh, Murat Bukari, ja. Ja, hij heeft 8 broers of zo. Kijk, hier, dit is onze plantje, man. Oh, hier ging je altijd spelen, ja. Voetbal? Valentijn school, dit is onze plantje. Hier hebben we alles geleerd. Oh, top. Ja, man. Hier woont hij toch? Ja, hier, terug. Daar, vroeger woont de oude Caesar. Oké. En hij woont hier niet meer? Nee, man. Hij is de assistent toch van Sparta? Bij Sparta. Ja, man. Waar speel jij? De zaal, hè? Ja, zaalvoetbal. Alleen zaal? Ja, alleen zaal. Waarom? Broer, ik was een beetje te klein, man. Ach, nee, man. Nee, echt. Toen dacht ik van, weet je wat? Toen zei mijn zus van, wil je zaalvoetballen? Toen ging ik zaalvoetballen. Oké, had je zus dat gezegd, ja? Ja, man. Mijn zus. Hey, broer, maar niet denken. Zus is gewoon... Ze is ook voetbalster, weet je toch? Dat was vroeger ook voetbalster. Ja. En zij zei tegen mij, weet je toch, waarom ga je niet zaalvoetballen? Ga ik naar zo'n club Groenoord?
En toen later ging ik naar een andere club. Ja, man. Niet zo zeker. Broer, je lacht me gewoon uit. Nee, helemaal niet. Hé, hey, maar hoe dan? Wat voor niveau doe je dit? Het hoogste niveau, toch? Hoogste. Ja, broer. Dus daar verdien je ook gewoon geld mee en zo? Of ja, is het nu niet zo? Want volgens mij in Brazilië is het wel echt betalen, hè? Ja, daar, maar hier in Nederland is gewoon een beetje, toch? Moet ik zeggen, het is gewoon net als Albert Heijn werken. Oké. Je hebt wel clubs die goed betalen, maar ja. Dit is wel gezellig hier, man. Broer, is niks, man. Ze hebben wel veel mensen staan. Daar, mensen staan in de rij en zo. Ja, ze hebben schijt. Oh, man. Dat is wel kloot, hé. Jeetje, het is wel lekker weer. Wij moeten binnen blijven. Het is altijd omgekeerde wereld, ja, hè? Deze story is wel para, man. Dit. Ja, maar dit is gewoon eventjes voor de zekerheid. Anders gaan mensen zeuren, hè? Weet je, weer. Ik weet niet, wat doe je? Wat doe je? Ik moet een ster in mijn buurt, man. Echt? Mijn ster, broer. Wie was dat dan? Gewoon een fans? Ja, nee, gewoon mensen van de buurtje. Heb je veel fans? Nee, broer, ja, niet fans, maar mensen die me gewoon waarderen. Dat meer. Ja. Mensen, net als dit bijvoorbeeld. Kijk. Ik kan die camera. Oh. Nee, die mensen ken ik niet, man. Nee, hoe ken ik niet, man. Kijk, zo deze. Broer, ken ik niet, man. Dit ken ik niet. Nee, dat ken ik niet, man. Maar hier is het gewoon wel levendig. Broer, hier is de Tweede Wereldoorlog. Hier gebeurt. Ja, man. Jezus, man. Is dit... Ik dacht net al een beetje zo, dit is... Kijk, ik ben meestal, als ik in Rotterdam ben, ben ik daar echt in het centrum, hè? Ja, dat is deze kant. Moet ik rechtdoor? Kijk, die gebouw daar, ja? Dat is het centrum. Je kan gewoon rechtdoor. Ja. Dus gewoon maar, west. In west ben ik nog niet zo vaak geweest. Ik kom heel veel in Rotterdam, maar... Dit vond een beetje op Amsterdam lijken, met die gracht en zo. Nee, weg. Dit is Rotterdam West, broer. Dit is een andere mentaliteit. Ja? AB. Dat goed maar niet. Waarom niet? Misschien. Zeker omdat je bij mij in de auto zit. Nee, broer. Met jou in de auto. Stranger, broer. Ja, toch? Heb je geen bewijs? Broer, ik ben bezig met theorie, man. Ja? Broer, ik was gezakt, man. Weet je wat fout ik heb gemaakt? Nee. Broer, weet je die theorie was? Weet je toch, als je die toets maakt? Ja. Maar die dag daarvoor ging ik slapen in die kantoor. Ik sliep, maar die dag daarna, ik maak die toets. Maar je hebt nog één vraag. Het duurde misschien 3 minuten voordat ik enter drukte. Ja. Ik denk bij geslag 14 fout, man. Meen je niet? Ja, maar toen dacht ik, die theorie, man. Heb je toen laten zitten? Ja, man. Nu ben ik gewoon theorie, rijlessen. En nu probeer ik die rijbewijs te halen, dan is alles gefixt. Hoe lang ben je nu bezig dan? Met rijden. Ja. 2 maanden. Oh. Hoe oud ben je? 25, man. 25? Oh, ben je 25 al? Ja, man. Oh, je lijkt jonger, man. Thanks, man. Ja. Ja, thanks. Je lijkt een jaar of 14 of zo. Hey, broer. Nee. Goed, broer. Kijk, ik heb respect voor jou, broer. Ga ouwe, man. Maak mij de tijd, jongen. Nee, dom, man. Nee, man. Hey, maar dat ding vind ik wel mooi, wat je op het station doet altijd. Ja, thanks. Dat is mooi. Ik ben daar niet meer, man. Doe je dat niet meer? Jawel, maar andere plekken nu, toch? Waarom? Omdat mensen je kennen nu? Nee, gewoon broer, verschillende plekken. Okay, als ik rijbewijs heb, ga ik misschien Amsterdam, Den Haag. Ja, je moet doen. Dus nu moet ik gewoon, tot ik rijbewijs heb, dan ga ik gewoon gekke motion zetten, man. Ja. Wat is het leukste nu tot nu toe? Wat dan? Wat je hebt gedaan, die interview. Die interview. Wat was het? Jij doet toch altijd in het Engels en zo? Ja, wat ik het leukste heb. Die van hier, man. Toen ik wou in het Engels. Twee. Oeh? Twee. Ja. Maar toen zei ik proberen. En dat vonden mensen grappig. En dat vonden ze grappig. Ja. Dat je geen goed Engels spreekt, toch? Nou, nu kan ik wel Engels spreken. Ja, kan je nu wel? Natuurlijk. Ja, maar jij bent zaakwaarnemer, ik ben die... Jij bent de club, ik ben zaakwaarnemer. Praat tegen mij, ik ga tegen jou praten. Praat dan. How much money do you want? $10 million. Why you laugh? I'm serious with you, man. Yeah, you talk good English now, yeah, hè? Well, very good, nice. Did you learn that? Where did you learn it? On the station, on the street. People talk with me and I'm grow up with my English, man. Ja, je begrijpt wel nu, ja. Zie je? Ja, man. Ik heb alles op de straat geleerd. Je moet wel doorgaan daarmee, maar dat vind ik wel vet. Hoeveel abonnees heb jij op YouTube? 150.000? Of meer? 700. Even kijken. Ik hou die dingen wel bij, man. Ja, ik ook. Maar goed, voor abonnees. Ik heb nu 100. Had je gezien? 167.000. Oh, netjes, man. Ja, man. Echt top. Hé, had je gezien wat ik je geantwoord had? Oké, poentje. Hé, broer, kijk, mijn moeder kijkt daar. Oh, sorry. Dat broer. Dat maakt niet uit. Zeg sorry tegen mijn mama, man. Sorry, mama. Mama kijkt toch, broer. Ik moet netjes praten, ik ben goed opgevoed. Ja. Broer, bij mij thuis, broer. Schat je nooit? Nee, broer. Alleen ouwe. Ja, gewoon netjes, gewoon alles netjes. Ja. Broer, ik ben goed jongen. Ik ben goed opgevoed, mama. Is goed opgevoed. Goedemorgen, mama, hoe gaat het met u? Ja? Ja, broer. Ook al komt mijn moeder de vriendin, dag tante, moed broer. Anders krijg je klappen, broer. Ja, of met slippen? Nee, ik krijg gewoon met... Matten kloppen. Nee, matten kloppen.
Hoe weet je dat? Heb je Surinaamse matties gehad vroeger? Tuurlijk, wat denk jij? Ik heb Parasinaas met mij, man. Pardon? Nee, maar ik kan alleen maar die slechte woorden, doe maar niet, want dan krijg je een klap van je moeder. Ik wil alleen maar slechte dingen, man, dat is niet leuk. Kijk, quarantaine en zo. Waar? Dit gewoon, dit leven. Ik vind het niet leuk. Dit is ook niet leuk, man. Wat doe jij dan de hele dag nu? Gewoon thuis zitten? Netflix, Mokromafia kijken. Wie? Mokromafia. Ja, man, is top, hè? Ja, is traag. Oh, ik kan niet wachten, vanavond weer eentje. Elke avond doen ze één. Ja. Dat gewoon Netflix, Narcos kijken, een beetje FIFA spelen. Klaar, man. FIFA. Beetje bellen, appen, klaar. Meer dan, zeg maar, bellen meer dan eerder, hè? FaceTime ook. Ja, mensen ook. Alles gewoon, maar je kan niks anders doen. Ik heb gehoord, het heeft te maken met 5G, is dat waar? Wat, dit verhaal? Ja. Ja, ik heb ook zoiets gehoord, ja, dat ze dan, dat ze denken van, ja... Maar het zijn allemaal theorieën, jongen. Eén die zegt, ja, het is oorlog tussen Rusland en Amerika, en die heeft dat, en zus en zo, en... Weet je, dat is juist het enge eraan. Je hebt toch ook die dingen gezien, die filmpjes met die tanks en zo. En, ja. Kijk, en dan gaan we allemaal gekke dingen denken, wat er allemaal aan de hand is en zo. Maar, en misschien is het wel zo, het kan, hè? Maar dat is juist het enge eraan. Ja. Dat we niet weten waar we aan toe zijn. Ik ga niet in verdiepen. Nee? Nee, man. Broer, laat me gewoon mijn ding doen, klaar. Ja. Gewoon luisteren van wat je moet doen. Ja, tot die dag komt dat Rutte zegt, we mogen weer ons ding doen, dan ga ik gelijk chillen. Ja. Ja, man. Wat ga je als eerste doen? Nou, dus feestje met LaRouche. Met? Met LaRouche. Een feestje? Ja, tuurlijk. Met wie ga je om, Phil? Met Tuzani? Ja, met Tuzani en gewoon mijn eigen vrienden. Gewoon uit de buurt? Ja, gewoon met wie ik altijd ben. Ja, ja, ja. Vanaf vroeger al? Ja, nog steeds, man. Sowieso. Mijn real mat is nog steeds. Ja, top. Wat zijn je toekomstplannen? Ik heb daar water voor jou nieuw, hè? Serieus? Ja, weet je wat mijn droom is, broer? Ik ga eerlijk zeggen, broer, ik wil theater. Man. Theater in? Ja. Dat is Al-Najib. Ja, hè? Jean Dino en zo. Mijn droom is, broer, ik ga eerlijk zeggen, kijk, ik moet sowieso erg goed aan werken. Maar ik wil echt een keer dat ik mijn ogen open doe, dan zie ik Ahoy voor me. Ja, 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 dat is je droom, hè? Dat is wel vet, ja. Maar echt mijn droom, dat is mijn volgende stap. Ik heb ook in het theater gestaan, ik had 20 shows of zo. Serieus, jij? Ja, man. Maar is wel mooi. Maar wat doe jij dan? Je bent voetballer, broer. Wat doe jij dan? Kijk, zo mijn baas flikken. Wat voor grappen vertel jij dan? Nou, nee, ik vertel geen grappen, maar gewoon echt dingen die ik meegemaakt heb. Dus, heb je veel meegemaakt? In mijn boek en zo, ik heb een boek geschreven. Ja, 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 ja. Dus dan vertel ik dat, hoe dat ging en zo, een beetje achter de schermen en zo. Dat is wel leuk, hoor. Ja. Want als je eenmaal praat, begint te praten, gaat de tijd snel, hè? Ja, ja, heb je het wel eens gedaan, in het theater gestaan? Nee, nog ooit een keer een try-out of zo? Maar niet dat ik zeg net hoe jij voor me iets hebt gedaan. Hmm. Dat niet echt. Nee. Maar het is best spannend, hè, in het begin. Maar later ben je dan net met alles, toch? Overal ben je aan, man. Ja, ja, ja. Jeetje. Hoe blijf je fit dan? Doe je niks? Doe je nu niks? Ik bedoel, wat je het voor is. Door die corona ding, bro, doe ik niks, man. Ik ben dik geworden, man. Ja? Ja, man. Ik heb wel spijt, man. Alleen maar eten? Ik had Achillespees blessure en ik was lui en ik had geen zin. Dus die twee dingen. Ja, ja, ja. Maar nu moet het wel gebeuren, man. Ik wil ook gewoon weer voetballen, bijvoorbeeld. Bro, ik ben ook voetballer geweest, hè. Hoogste niveau zelf, bro. Ik deed gewoon mijn ding. Ja. Maar nu doe ik gewoon niks, man. Maar je kan daar gewoon... Ik moet goed iedereen, bro. Love, bro. Coronavirus tijd. Ja, daar moet je liefde voor elkaar hebben. Zeker, doe ik ook. Dus, maar je bent nu dus gestopt met voetbal of zo? Ja, man. Helemaal? Nu doe ik gewoon full, gewoon met zo'n filmpjes maken. Ja, ja. En voor mezelf gewoon. Oké. Dat is gewoon mijn ding. Ja, je eigen kanaal en dan nog de kanaal met... Soef, ja. En ING Only Voetbal ook. Hoe? ING Only Voetbal. Ja, ja, ja. Ja, doen we die voetbalfilmpjes. Gaan we bijvoorbeeld naar mensen, naar Hazard familie, gaan we daar interviewen. Meen je? Ja, zo dik, hè? Ja, hey, maar dus ING. Mm-hmm. Wat doe ik, hè? Wat is dit dan? Bro, rijd door, bro. Deze, dadelijk komt die man van. Dadelijk komt die man, bro. Ik ga uitstappen, bro. Ik heb Ganu hier. Wat? Ik heb die Ganu. Ja, bro, dat is jouw probleem, bro. Ik stap uit, bro. No. Bro, ik ga iets vertellen. Links? Ja, één keer ik zat vast, hè, bro. Eén keer ik zat vast, bro. Bro, ik ga huilen. Zet je vast? Ja, maar niet zo, broer. Niet echt iets gedaan, maar... Nee, gewoon stout. Broer, iedereen heeft oké wel pas gezeten, broer. Maar broer, ik zeg, ik ga huilen, broer. Maar wat die regisseur zegt, ja, wat heb je gedaan? Ik zeg, ik heb niks gedaan, meneer, broer. Ik ga huilen, broer. Ik was bang. Ja, ja, ja. Ik ben er trots op dat ik ga huilen, broer. Ja, tuurlijk. Dan weet je... vrij. Ja. Ja, gewoon... Nee, maar ook, dan weet je, hey, dit is niet mijn ding, hè. No, no, no. Nee, iedereen... Kijk, Didi. Didi, jij, Didi. Kijk, 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 ja, 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 zo. Didi heeft een mooie legging aan. Je hebt vrouwen die zeggen die dingen, broer. Ja, maakt mij niet uit. Ik mag kijken. Kijk, Didi. Ja, dat is muis. Mokromafia. Schiet je doodgek.
Je bent gek, mijn broer. Zullen we hier links gaan een keer? Zullen we hier links gaan? Nee, ja, recht door. Ik ga ergens naartoe brengen, broer. Oh. Ik ga ergens naartoe brengen. Dit is Kruiskade, broer. Hey, was het, hoe heet ze, Bibi? Wie? Die meisje net? Ja, Didi. Is oh, Didi? Ze is met poffertjes dan. Oh. Dit is Kruiskade. Ze had geen poffertjes voor hem, hè? Dat ze niet. Broer, nogmaals bij elkaar, kijk broer. We gaan me slaan, broer. Wie? Ja, alleen man. Nee, natuurlijk, maar grapje, man. Oh. Hier, zit je ook vaak, hè? Ja. Maar die joint, die... Wakker. Die... Ik rook niet, man. Nee, hè? Nee, ik heb bronchitis, man, broer. Oh, heb, maar dan moet je helemaal oppassen, gek. Ja, man. Daarom, ik ben vatbaar, hè? Ja, daarom heb ik dat ding gedaan. Kijk. Ik wist het al. Ik denk... Nee, man. Ik heb dat nooit gedaan, man. Kijk. Oh, oké. Ja, zo'n puffertje. Gewoon zo. Ja. Lekker, hè? Ja, man. Dat is vatbaar, man. Dus ik doe die dingen niet meer. Nog nooit gedaan. Wel shisha een keer, maar niet... Geen wiet. Ik heb wel eens een keer wiet gerookt, maar vind ik zo vies. Deze boy ken ik wel. Hij moet ik wel goed roken. Sorry, Andy. Sorry. Laat me zitten. Je kan niet openmaken. Nee. Oh, sorry. Is die... Kijk, goed? Dat kan dat niet. Dat zie je toch. Afa! Afa! Van vroeger toch? Wie? Hé, hey, wie heeft mijn kind in de kop, man? Wie, hij? Ja. Nee, broer, hij is gewoon een jongen van de straat. Oh. Hij leek op iemand van voetballen vroeger. Oh, Kiki Musamba leek die een beetje op. Ken hem? Nee, ken je? Ja, ik ken hem. Ja, Kiki Musamba leek die op. Vroeger had Kiki Dredd. Dat is Aaron Winter en zo, toch? Ja. Nee, Winston Bogarde. Nee. Wie is ja, Winston Bogarde, klopt. Oh, is dat Kiki Musamba? Ja. Kiki Musamba, ja. Die was... Maar je bent gewoon op prop geweest, hè. Dat is para, man. Ja. Als je scoort, wat geeft je in je hoofd? Ja, mooi, hè? Ja, stop. Ik heb gehoord, is een verslaving om te scoren. Hey, dat is het mooiste wat er is, als je een goal scoort, zeg maar, in een vol stadion. Wauw. Ik heb wel eens gescoord, hè, maar... Je gaf goede voorzet. Goed, ja, ik was meer assist, man. Oh, ja. Rechts buiten, toch? Dan langs en dan voorzetje. Of links buiten en dan binnen schieten. Wat is de positie voor jou het beste? Hoe zit dat nou met zaalvoetbal? Want je speelt... Kijk, zaalvoetbal is gewoon 5 tegen 5. Keeper. Je hebt de laatste man, je hebt zo van links buiten. Bijvoorbeeld, je bent links buiten, rechts back. En links half, dus die linkerkant van jou. Yeah. Je hebt die rechterkant en je hebt een spits. Zo, 50-5. En de wedstrijd duurt 20 minuten. Oké, dus je hebt rechts back, rechts buiten, links back. Nee. Rechts half, gewoon in tot, je bent gewoon met vier. Dus vier man spelers, en één keeper. Maar jouw kant is gewoon, jij moet heel goed. Ja. Zo. Ja. Dus dat is die ding, man. Het is ook zwaar dat, hè? Ja, nog met die bronchitis, man. Ja, niet normaal, want ik heb de eerste keer dat ik zeg maar echt in de zaal ging spelen. Mm-hmm. Na 3 minuten ging ik er gewoon af, omdat je geen zuurstof krijgt. Ja. Je moet 3 minuten, 4 minuten voor. Oh. En dan als je kan, dan moet je eruit. Ja. Dat is altijd. Want dat deed echt was zwaar, jongen. Dat was niet normaal. Heb je geen vriendin? Ik wist dat je deze vraag zou stellen. Ja. We moeten wel weten, want ja. Heel veel meisjes die zijn gek op jou. Dus... Ja, ik heb wel vriendin, man. Ja? Ja. Al lang? Ja, nu een tijdje. Ik ben wel nu serieus, begrijp je? Nu? Ja. Nu gewoon, weet toch? Gewoon gefocust. Geen kinderen en zo. Nee, ik wil wel. Gelukkig. Wil je wel? Ik wil kinderen, maar alles op zijn tijd, bro. Je moet niet gelijk. Je moet rustig doen, bro. Dat moet je. Ik heb een mooie vrouw, bro. Ja? Mooie foto's? Ja, tuurlijk. Ja, bro. Maar waarom moet ik jouw foto van mijn vrouw laten zien? Ja, jij zegt het zelf. Oh, ja, hoe van mij niet? kijk naar achteren. Kijk, dat is mijn vrouw. Zie je? Oh ja. Dat is mooi, hè? Ja, dat is een mooie vrouw, man. Ja, vind ik ook. Leuk. Ja, dat is mooi toch? Ik ben blij mee zijn, man. Ja, sowieso, broer. Ik ben nu, weet toch, met haar ben ik goed, broer. Ja. Ik hoef geen ander links, rechts, pap. Nee, hè? Gefocust. Heb je al genoeg gehad, man. Ja, man. Nu gewoon, op een gegeven moment is dat ook leuk geweest, hè? Ja, alles met meiden. Ja, met meiden en zo. En... Maar je moet berekenen, je hebt bijvoorbeeld een date met 5 meids. Ja. En ze willen allemaal naar Fabiano in 1 week. Oeh. Is €100, hè, broer. Ja. En bij jouw vrouw kan je gewoon dat zij betaalt. Dat jouw vrouw betaalt. Dat hoef je niet te betalen. Zo moet je ook denken. Ja, serieus, broer. Maar ik ben wel blij dat ik met haar ben. Veel geld. Ja. Broer, je moet als een bakra denken, broer. Als jou, weet je toch? Als bakra denken tegenwoordig. Als wat? Haag kreeg. Oh, wat is dat? Onze dochter. Ah, dat is wel lief, man. Ja. Jeetje, man. Je bent wel verliefd, niet? Ja, broer. Maar nu wel. Broer, ik heb goede. Hoe kan dat dan ineens? Broer, ja. Ik weet niet, man. Zij doet iets, man. Broer, zij werkt. Ja. Nee, toch? Goeie vrouw, zeurt niet. Ja, zeurt niet. Broer, man, broer. Het is wel? Ja, broer. Oh. Een kleine dingetje, man. Echt, ja? Ja, maar broer, ik heb na dit ruzie met haar, volgens mij. Maar broer, ze zeurt veel, man, broer. Maar, wat voor dingen dan? Dat je gewoon te laat... Nee, bijvoorbeeld, kijk. Bijvoorbeeld, ja, hoe moet ik het zeggen? Om wat zeurt ze?
Als je afspraak niet nakomt. Broer, net gisteren bijvoorbeeld. Broer, zij vertelt iets, maar ik onderbreek dan. Onderbreken. Zij wordt boos. Broer, waarom word je boos? Omdat je haar onderbreekt? Ja, ze hangt op. En ik ben wel lief om daarna te zeggen, als ik het niet hoor. Ja, ja, ja. Maar ik heb gezegd, ik ga niet vaak doen. Nee, toch? Nee, maar nee. En toen mag je niet zijn, je moet weten, ik ben de baas. En ik ben ook de baas. Maar ze is wel lief. Uiteindelijk is ze gewoon een goede vrouw van mij. Ja, ja, dat is belangrijk. Als je een goede vrouw bent, dan kan je gewoon je zij bent ook rustig in mijn idee. Ja, dat is het belangrijkste. Als je rust hebt in je idee, dan is het goed. Broer, ik was echt een boy vroeger. Ik ga eerlijk zeggen, ik speelde in bandje en zo. Ik speelde een Surinaamse band. Ja. Niet, kijk, ik ga niet zeggen dat ik veel meid zat, maar broer, ik was veel aanwezig. Begrijp je? Ja, ja, ja. En nu denk ik gewoon, waarom? Het was leuk geweest, nu gewoon vrouwen, kinderen. Ja. Maar dat moet je ook meemaken. Want als je dat nu niet mee hebt gemaakt, dan komt dat later. En dan heb je weer spijt van dingen dat je vrouw aandoet ofzo. Ja, daarom. Ik wil geen pijn doen, man. Nee. Dus daarom dan is dit het juiste moment wel misschien dat je samen bent. 25 jaar. Ja. Dat is toch een mooie leeftijd. En jij hebt ook gerapt, toch? Ja, man. Maar dat wil ik ook. Ja, rap. Ik rap wel, maar niet hoe die mensen vrienden en zo rap. Nee. Ik heb wel een keer gerapt. Ja. Bij Phoenix. Ja, bij Phoenix, ja. Mm-hmm. Bij Fernando. Nee, was niet. Was bij Fernando? Ja. Ook bij hem, maar ook was ook bij zo'n festival gerapt. Oké. Okay. Ja, Fernando is wel top, hè? Ja, aardig. Doji. Je houdt geen vrouw meer, broer. Natuurlijk! Ja, godverdomme, ik heb toch ogen om te kijken, gek. Maar, je bent een oude lul, hè? Hoe oud is je vrouw dan? Mijn vrouw is. Mijn oude. Ben je ooit vreemd gegaan, eerlijk? Dit is een goeie, mijn vrouw, mijn oude. Ja, dat is jouw oude broer, dat is niet mijn oude broer, dat is jouw oude broer. Je bent echt een hottie, broer. Ja. Mijn vrouw is 40, 39. En jij? Ik ben 41. Hmm. Waar heb jij haar ontmoet? In de bananenbar, ken je die? Wat is dat? Bananenbar. Ken je dat niet? Een danskot, hè? Ja. Moet je zo, kan je euro gooien of zo en dan mag je banaan eten. Serieus? Ja. Welke banaan? Grap. Nee, ga maar terugkijken op internet. Deze mooi. Hey, kijk, mag Isa kijken, bro. Yeah. Deze mag ik kauwgom alsjeblieft. Ja, pak. Hier. Oh, ah yeah. Ja. Luister. Kijk. Kijk, ga een beetje. Kijk, jouw auto. Kijk naar alle dingen. Maar je auto, jullie draaien nooit muziek. Nee, we zijn. Nu gaan we muziek draaien. Dat kan toch niet? Nu gaan we muziek draaien. Laat mij verbinden, dan gaan we muziek draaien. Oké, wacht. Dit heeft niet met dingen te maken met. Hoe heet het? Weet je hoe zo dat is? Eentje is de Audi. Maar dit is niet met rechten en zo. Ik ben ook scherp. Wat is het voor muziek voor jou zelf? Natuurlijk, wat ik luister. Oh. Ik zou dingen wat. Heb je geen. Wacht, ik doe mij uit. Mijn Bluetooth, dan kan je, moet je hem vinden. BMW 18-9. Maar hoe moet je verbinden? Dus. Weet je mijn oom is? Nee. Zeedorf. Is dat je oom? Ja, man. Meen je niet? Ja, man. Hij is gewoon een kerel, man. Ja. Hij was goed, joh. Ja, goed voetbal. Hij was wel een beetje mijn mattie, ik zat altijd bij hem achter in de bus. Ja man, ik was laatst nog met hem, man. Clarence? Ja man. Waar was hij dan? Je lijkt wel een beetje bij hem nu, zeg ja, man. Ja, dat is mijn oom, man. Dat ding is mijn niveau. Trent. Stefano. Trent is mijn niveau. Meen je? Is dit dat hem? Ja. Oké. Oh, wacht. Duurt heel lang, DHL, zie je dat? Kijk, het is mijn u een keer zijn video? Nee. Wil je een antwoord sturen? Ik moet nog een keer doen, man. Kut, sorry. Ja man, zie daar of is mijn oom, man. Oké. Okay. Meen je niet? Stefano is je neef. Ja. Drent is mijn neef. Babel. Ja, Babel ook. Ja, maar familie? Ja, man. Jezus, grote familie, man. Ja. Promes ook. maar Royston speelt wel goed, hè, in die Mokko-mafia. Ja. Hij kan beter. Ja? Hij kan beter. Oké. Okay. Maar hij doet wel goed, broer, weet je toch? Ik ben ook zo met hem. Hij is een goede jongen, hè? Ja, maar tof gozer. Tof gozer, ja. Real, hij is real. Hoe heet jouw auto? Wacht, ik ga nog een keer proberen. Maar je gelooft niet dat Sharon. Die is echt mijn oom, Zeedorf, echt. Jawel, nee, ja. Echt, serieus. Wat is dat? Voor jou? Ja, juist. Je hebt iets gedrukt, man. Die weer ja, verbond. Ai! Kijk, luister. Ik ga je vanaf tellen. Kijk, luister. Nee, wacht, ga je vanaf tellen. Kijk, ik ben een Surinamer, toch? Ja. Ik luister vaak Surinaamse muziek. En nu gaan we met jou we gaan nu Surinaamse muziek luisteren. Ben je klaar voor? Yes. Ben je echt klaar voor? Mm-hmm. Ik zeg La Rouge. La Rouge? Zeg Allah La Rouge, let op. Allah La Rouge. Let op. La
Nee, deze muziek niet. Wacht. Dat is voor allemaal volume. En we gaan iedereen naar zullen. Kijk, jij houdt van meisjes toch? Kijk, ja. En nu komt die stukje waar hij helemaal los kan gaan. Echt? Wacht. Ja, tuurlijk. Ik kan je, ik luister ook naar Henkie T en zo, maar dit is mijn emotion. Ja, gewoon. Ja. Jij voel je gewoon diep. Ja, man. Broer, ik ben Surinamer toch? Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Wie zou me brengen ergens, zeg je? Oh, ik heb een beetje honger, man. Oh. Ik heb Inter Milan, doekoe, toch? McDrive, weet je toch? Wil je eten? Ja, ik heb honger, man. Ik ben nu ben ik helemaal met een ster, broer. Ster? Ja. Vroeger, ja. Nu niet meer. Nee. Maar wat je doet, is echt flexie, man. Maar je doet ook iets goeds, hè? Ja. Je hebt iets gecreëerd voor jezelf. Ja. En iedereen kijkt. Ja, dat is zo. Echt? Ik ben gewoon zo begonnen, ja. Ik laat maar beginnen, kijk maar gewoon. Of het lukt of niet. En doe je ook zelf editen, gewoon? Nee. Oh, iemand doet gewoon veel. Ja, je vriend Mattie uit Rotterdam. Wie? Mario Seguera. Kijk, Cap Verdi's. Oh, gewoon een Rotterdammer doet veel. Dat is zo'n flexie, man. Ja. Broer, ik kijk echt altijd naar die van jou, man. Ja. Promes en zo. Leuk, hè? Ja, tuurlijk. Ik kan ook laf van profvoetballers, hè? Wie? Ik, hè? Ja? Toen. Nee. Maar wat is de gekste wat je hebt meegemaakt in je leven als profvoetballer? Eerlijk. Hoe? Is leuk, maar je hebt ook bijvoorbeeld gekke dingen meegemaakt. Dat je denkt van, wow, joh, dit is gek, man. Ja, gewoon dat. Of de derby van AC Inter. 90.000 mensen. En dan is dat de paas binnenkomt een paar minuten voor de wedstrijd. En wat zegt hij? Hij zegt: als jullie winnen, krijg je helemaal 50 toezoeken. Erbij. Gewoon zo. Rechtdoor. 50.000. Ja. 50.000. Gekke gaat. Wij wonnen toen bij Arsenal. En toen mochten wij allemaal. Een Ferrari. De dag erna. Nee, mochten wij naar de juwelier. Mocht je uitkiezen wat je wilde. Wat je wilde. Wat je wou. Ging dat gewoon zo? Ja. Gek. Maar ben je wel blij dat je prof bent geweest, toch? Ja, toch. Dat was mijn ding. Ik moest, dat was het enige waar ik goed in was. Ik moest voetbal. Ik moest het halen. Waarom ging je rechts? Ja, rechts. Dat was het enige waar ik gefocust op was. Ja. Op school, ik moet naar school. Ja, ik heb nog nooit een 10 gehad of zo. Nee, hè? Nee, ik moet gewoon doen. Ja, ik moet mij niet zeggen Nederlands toets of zo. Ik moet gewoon doen. En als ik ga doen, dan is alles goed. Ja. Zo. Wat ga je nu doen dan zo? Nu, ik heb een afspraak met mijn oom. Man. Okay. Met mijn oom gaan. En daarna ga ik gewoon weer naar huis. Ik ben vatbaar toch? Ja, je moet rustig gaan. Ja, man. Blijf een beetje denken aan jezelf, man. Hoe kijk mijn broertje? Rijd Hey, maak snap, broer, maak snap, man, fuck met jou. Nee, doe zo. Ja, rijd daar, man, rijd daar. Mijn broertje, man. Dat is mijn broertje, man. Hey, is mijn leven. Ik heb elke dag ruzie met hem, hè. Ja, broer. Ik had gisteren nog ruzie, man. Helemaal is broeien, een rare jongen, man. Ga weg uit mijn leven. Daarna denk ik van, dit is mijn echt, is mijn broertje. Ja, mooi, man. Je bent wel altijd chance als je me ziet, man. Ja, man, ik hou van hem, man. Het is mijn leven, man. Ja, man, hij is mijn rechterhand, man. Sowieso. Ja, broer, sowieso. Ik heb echt elke dag ruzie met hem, hè. Elke dag. Maar hij is, broer, zonder hem. Ja. Stel voor jij slaat mijn broer, dan gaat je kapot slaan. Ja. Ook hadden we gisteren ruzie, hè? Dit is met Feyenoord. Maakt niet uit. Hij heeft voor. Is hij echt achter ons, ja? Yeah. En daarom, kijk, broer, weet je wat ook trouwens? Ik zeg ook tegen die mensen om me heen. Als jullie één keer zien dat ik ben veranderd, geef me gelijk klap. Dat moet. Ja, man. Ik wil niet. Beide beentjes op de grond. Kijk, soms doe ik ook een beetje, bijvoorbeeld, niet soms, maar soms laat ik ook zien van, weet toch, dat ik echt raar kom.
naar links, in mijn straat is dat. Maar die mensen om me heen, ik zeg, als jullie één keer dat ik Biggie doe, geef me een klap. Ja, daar heb je gelijk van geleerd. Ja, dan weet je van, dat is ook bij jou, je moet normaal doen. Ja, tuurlijk. Dat krijg ik ook over mijn opa, jongen. Als ik een beetje gek doe, je bam. Ja, toch? Aju, heb je er een. Niet raar doen, gewoon normaal blijven, jongen. Dat vinden mensen ook flexibel van me, begrijp? Tuurlijk, zo hoort dat, man. Kan niet, we zijn allemaal hetzelfde. Hier naar rechts. Oh ja, hier rechts. Oh man, roffa, roffa. Ben je op, ik woon hier 25 jaar. Echt? Ja, 25 jaar? Ja, 25 jaar. Oh, deze straat gewoon? Ja, maar 25 jaar. Always. Top. Het is mijn opa. Dus je opa. Gaat ook nooit weg hier? Nee man. Je kan gewoon hier zo, je kan hier bij deze, je kan hier op deze ding. Hier. Wacht. Die auto is groot, hè? Ja man. Niet, je mag hierop, mag. Hier zetten? Broer, mag, je bent in mijn beurt, broer. Mijn beurt, man. Hier mag alles, broer. Hé, die zijn wel dikke velgen, man. Welke? Ja, hier zijn mooie velgen. Ja man. Als je velgen wil, broer, ik kan hier fixen. Yes jongens, dat was Raco. Leuk gozer, spontaan, netjes. Lieve jongen en doet het goed. En samen met Tuzani wil je nou de shirtjes winnen. Zijn kindermaatjes van Tuzani, kleding, super mooi. Goede kwaliteit. Even abonneren. En dan kan je me ook volgen op Instagram en die van de Meiden 7. Maak je kans met deze setjes. Ik heb er een paar stuk of drie, dus kom helemaal goed. Dus bedankt voor het kijken en we gaan door naar de volgende. Yes, later.